donderdag rond de klok van 1 uur wederom een ernstig verkeersongeval. Dit keer op de Diependaalse Laan. Achterop komende auto botst op voorligger. De schade was groot en de hulpverleners waren snel ter plaatse. De bestuurder van de voorste auto moest door de brandweer bevrijd worden en is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.